Beste supporters, mijn naam is Stef. Ik doe vandaag mee met de voorspelling voor de wedstrijd PSV tegen FC Groningen. Twee ploegen waar ik voor heb mogen spelen. De hele jeugdopleiding ben ik uitgekomen voor FC Groningen. En ik heb vervolgens in het seizoen 2007-2008 mijn debuut mogen maken. Het absolute hoogtepunt in dat seizoen was voor mij de wedstrijd tegen Fiorentina in de UEFA Cup. Een 1-1 gelijkspel. Maar dat bracht iets los in de Euroborg wat ik zelf niet eerder had meegemaakt. Dus dat was voor mij geweldig. Helaas op penalties uitgeschakeld in de terugwedstrijd in Italië. Maar een moment wat mij altijd zal bijblijven. Nou ja, dat is niet zo lastig. Kijk, ik heb op dit moment wat meer tijd over en ik sta regelmatig op de golfbaan. En vind ik hartstikke leuk om te doen. Maar scoren in de Euroborg is mij helaas nooit gelukt. Niet in wedstrijden voor FC Groningen, maar ook niet als ik met een uitspelende ploeg weer terug eigenlijk thuis kwam in de Euroborg. Is het mij nooit gelukt of gegund om een goal te maken. Dus dat is iets wat altijd wel zal blijven knagen, denk ik. Dus ik ga voor scoren in de Euroborg dan. Nou ja, ondanks die geweldige ervaring denk ik dat je als voetballer zijnde toch streeft naar het hoogst haalbare. En voor mij is dat geweest het spelen in de Champions League met PSV, dus daar ga ik voor. Nou, ik moet zeggen, ik heb het boek met ontzettend veel plezier gelezen. Heel veel herkenbare verhalen. Maar hij kan gewoon terugkijken op een geweldige periode bij de club. Ontzettend veel meegemaakt daar. En dan ga ik toch voor zijn periode als directeur van FC Groningen. De voorspelling voor de wedstrijd PSV FC Groningen is 1-1. Ik denk dat er een goal gemaakt wordt door Strand Larsen. Ik verwacht niet een hele open wedstrijd. Misschien niet een hele leuke wedstrijd voor de neutrale toeschouwer, maar wel een hele spannende wedstrijd.